Ja, Matthijs, we moesten even wachten, maar je hebt volgens mij schaatsen gecheckt. Ja, dat klopt, ja. Ja, altijd even leuk om Nederlandse sporters te zien. En dan zag je Sven Kramer. Ja, en als balen. Ja, dan zie je toch eigenlijk een echte sportman. Denk ik, wat hij bereikt heeft in zijn leven is echt bizar goed. En dan is het toch jammer dat hij die gouden plak niet kan halen. Ja. We gaan weer even naar onszelf kijken, want we hebben 4 wedstrijden gehad in 2 weken tijd. Hoe gaat het met de ploeg? Met de fysiek voornamelijk? Fysiek is goed nu, denk ik. We hebben geen blessures, of in ieder geval weinig. En ja, we hebben na de wedstrijd tegen Heracles hebben we een paar dagen rust gehad. Dus ja, het is wel weer fijn. Iedereen is lekker opgeladen weer en we gaan gewoon weer volle bak naar zaterdag toe. Ja, want we gaan naar Den Haag. Wat voor wedstrijd verwacht je überhaupt? Ze staan knap, volgens mij, 8e. Ja, een hele degelijke ploeg vind ik het. Met een aantal hele goede spelers die een wedstrijd kunnen beslissen. Maar verder ook gewoon een beetje een ploeg die voor elkaar vecht. Hoeft niet altijd mooi te zijn hoe ze doen, maar het is wel heel effectief. En ja, ik denk dat we daar wel een lastige wedstrijd gaan krijgen. Ja, en op kunstgras weer. En op kunstgras weer, ja. Dus we trainen nu ook de komende dagen op kunstgras. Om ons goed voor te bereiden op die wedstrijd. Maar ja, het hoeft niet in ons nadeel te zijn. Ik denk dat we een goed voetballende ploeg zijn. Dus op kunstgras is niet per se een nadeel. Je bent nou een tijdje onze eerste keeper. Hoe kijk je naar je persoonlijke ontwikkeling? Ja, eigenlijk met een glimlach. Dat is denk ik vanaf minuut 1 eigenlijk vrij goed gegaan. Prestaties zijn stabiel. Kan bijna elke wedstrijd hetzelfde niveau halen. En een aantal keren al belangrijk geweest voor het team. Met natuurlijk als hoogtepunt tot nu toe de kwartfinale in de beker. Ja, dus ik kan eigenlijk alleen maar trots en blij zijn op hoe het gaat. Ja, want aan het einde van de rit dan worden doelstellingen belangrijk. En dan is soms die nul wel heel lekker. Ja, precies. Dat is wel jammer dat het nog niet echt heel vaak gelukt is. Het is pas 2 keer gelukt dit seizoen. En 1 keer in de weken dan. Maar ja, het is voor een keeper en voor een verdediging. Maar ik denk ook voor een heel team gewoon heel fijn om af en toe de nul te houden. En dat doen we denk ik te weinig. Misschien dat we nog net iets te veel doelpunten weggeven, helaas. En dat moet eruit. En als we dat gaan doen, dan gaan we ook zeker meer punten pakken. Ik zag vandaag een trainingsfilmpje van jou voorbij komen met Harold en de andere 2 keepers. Waar zie jij nog altijd leerpunten voor jezelf? Je bent nog jong natuurlijk. Ja, ik ben nog jong en kijk, het is het eerste seizoen voor mij in het eerste elftal van Willem II. Dus er zijn nog zat dingen die beter kunnen. En één punt daarvan is het meevoetballende gedeelte, denk ik. Met trap vooral. Is af en toe nog te wisselvallig en dat moet eruit. Ik moet gewoon een stabiele keeper zoals ik nu al ben, moet ook in mijn trap terug te zien zijn.